En de hoofdpunten van dit journaal zijn opnames van ruim 40 Hollywood in de klasfilm succesvol verlopen, voorrondes van Hollywood in de klas op 9 en 14 januari in de mooiste bioscoop van Nederland. We hebben een gesprek met juryvoorzitter Erik van Muiswinkel en de winnende films ook dit jaar weer te zien op ZEP TV. Hallo allemaal, ik ben Isan Namai. Peter, wil je even de notas gaan halen die naast het archief liggen? Natuurlijk, burgemeester. Ik ben benieuwd hoe het met die kunstgoud die ik heb verstopt. De opnames van alle Hollywood in de klasfilm zitten erop. Deze keer zijn er niet alleen Rotterdamse films opgenomen, maar ook in Breda, Weert en zelfs in België. Schakelen we nu over naar onze correspondent in België. En Robin, hoe zijn de opnames in België verlopen? Ja, goed. We hebben de hele dag opnames gehad. Geen huiswerk dus waarschijnlijk. En we maken heel zeker kans op een van de mini-Tiger Awards. En we zien jullie 28 januari terug over met de studio. Dankjewel Robin. En de groeten uit Nederland. Een andere bijzondere film is die van samenwerking, laten we even spieken, tussen basisschool Barkentijn, Rode Wiekel met het verzorgingshuis Humanitas. Kamerlad, 3, 2, 1, actie! Welkom, wij zijn hier bij het gezondheidscentrum Humanitas. Wij zijn groep 8 van de Rode Wiekel en wij nemen hier een film op voor Hollywood in de klas. Het verhaal gaat vooral over een groepje bejaarden en een groepje kinderen die wisselen om omdat ze het op school saai vinden en de bejaarden vinden het hier saai. Een van de hoogtepunten van de Hollywood in de Klas Filmfestival is natuurlijk de voorrondes. Want de kinderen gaan hun eigen film niet zomaar op school of in de buurthuis bekijken, maar in de allerleukste en allerbeste bioscoop van Breda en Rotterdam. Wij vroegen ons dan af, hoe reageren de kinderen als ze voor de eerste keer horen dat in de bioscoop hun film in première gaat? Er is een overeenkomst tussen die bioscoopfilm die in Amerika wordt gemaakt en jullie film, is dat ook jullie film in première gaat in een echte bioscoop. Wow! Is dat cool of is dat cool? Zo, die zijn enthousiast, dat zou ik denk ik ook wel zijn. Maar luister goed, schrijf alvast in je agenda. Kijk hieronder. Dit is de datum wanneer de 5 winnende films van Hollywood in de klas op ZEP op televisie komen. 111.995, 111.996, 111.997. Oh, sorry, ik zat even te tellen hoeveel kijkers er vorig jaar naar Hollywood in de klas hebben gekeken. En dat zijn er precies 100.998, 100.999, precies 112.000. Maar ik wil dat dit jaar meer kijkers kijken. Dat er zoveel mensen kijken. Eén zandkorrel is één mens. Want het is wel belangrijk voor de kijkcijfers. De jury van de finale zijn al bijna bekend. Die bestaan uit 3 acteurs uit Team Spangas, die populaire serie, jullie kennen hem denk ik wel. En wethouder Geluk en Erik van Muiswinkel, hij is de juryvoorzitter en gaan we hem nu even bellen. Jongens en meisjes, we hebben Erik van Muiswinkel aan de lijn. We willen hem een paar vragen stellen. Erik van Muiswinkel. Hallo. Vindt het leuk om in de jury te zitten? Nou, dat is niet zo makkelijk, sorry, dat is niet zo'n moeilijke vraag gelukkig. Dus het begint goed, want dat is namelijk heel erg leuk. En als ik dat niet zou vinden, dan zou ik er lekker niet in. Oké, waar gaat u dit jaar het meest op letten? Dat hangt een klein beetje af van wie er nog meer bij mij in de jury zitten. Ik ga denk ik op de verhaaltjes letten. Die zijn niet altijd even belangrijk, maar als ze er zijn, de verhaaltjes in de filmpjes, dan kan ik wel een beetje beoordelen of die slim zijn verfilmd. Dat is lastig om in film een verhaaltje te vertellen. Zo met je mond vertellen, dat kan iedereen natuurlijk wel. Maar hoe doen we dat met beelden? En ja, het acteren zelf, ik blijf het leuk om daarop te letten. Ik ben zelf ook acteur, dus ik ga er zeker op letten. En ja, decors ook, weet je, hoe het is aangekleed. Er zijn zo ontzettend veel leuke dingen om bij film op te letten. Als ik u beloof om mijn zakgeld aan je te geven, kunt u dan de film uit Breda met de grappige burgemeester bij laten winnen? Dat ligt een beetje aan hoeveel zakgeld dat is. Vanaf een eurotje of 500, dan denk ik dat die burgemeester hartstikke mooi gaat winnen, dat filmpje. Ja. En dan gaan we nu door met Hollywood in de klas draait door. Leuk hoor dat er soms wordt gedronken in film, maar soms is dat vraag om probleem. Nou, dat ging niet helemaal goed, hè, geloof ik. Lachen is best. En zeker als die lieve klasgenoten zout in je water hebben gestopt. Proost. Proost. Verdimme! Naast de waterbloeper zijn er natuurlijk ook altijd kinderen die hun tekst vergeten. Oké, jongens en meisjes, de groep wordt verdeeld door twee... Nee. De groep wordt verdeeld in twee groepen. Oké. Ja? Oké, gaan we. Nee, maakt niet uit, joh. Jullie weten, jongens en meisjes, wij krijgen rond de... Ja... Mijn naam is Kaan. Oké, en uw naam? Mijn naam is Medina Kadi. Wat is jouw Kamersnaam? Mijn Kamersnaam. Ja, precies. Ja. We moeten ons melden. Wat is hier nou aan de hand? Meester zegt maar stil en werk eens door. Meester. In twee groepen. De ene groep gaat beneden. Oh nee. Nee, nou maar we gaan hem gelijk weer over doen. Ja? Oké, milieuranges. Rustig. Camera loopt. 3, 2, 1. Als een ervaren filmmaker geef ik je één tip. Werk niet te veel met ingewikkelde techniek. Moet je even 2, 1, actie. Jongens, wat zie ik hier? Bij de koepelgevangenis. De koepelgevangenis. Ja, dat is de koepelgevangenis niet. Oh. Dan hoef je dat niet te zeggen. Nee, maakt niet uit. 3, 2, 1, actie. Jongens, moest ik komen kijken? Ik zie hier iets bij de koep. Bij hier. 3, 2, 1, actie. Een bakker bakt brood, een bouwvakker bouwt en een journalist vraagt. Toch? En we spreken hier zo met de juffrouw van de klas. Hallo. Ja, dan moet je wel een vraag stellen, denk ik. Ja, dat maakt niet uit. 2, 1. Een echte filmster moet er natuurlijk perfect uitzien. En je nagels knippen tijdens de opname, dat moet toch kunnen? Er is in de klas. Even wel opletten, niet je nagels gaan knippen. Bij de even opletten, jongens. Tot zover het Hollywood in de klasjournaal. De volgende keer zijn we weer met de finalist van de Hollywood in de klasjournaal. En sfeeropnames van de voorrondes en reacties en filmsterren. Voordat ik ga, nog een daverend applaus voor Gemeente Rotterdam, Mondriaan Stichting, Gemeente Breda en Provincie Noord-Brabant, VSB Fonds, OBR Creativity Starts Here, Filmfonds, Stichting Volkskracht, Stichting Boshuizen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Internationaal Filmfestival Rotterdam, ZEP, Van en Must See Breda. En natuurlijk alle deelnemende scholen.